Remco, hoofdtrainer van Juliana. Ja. Ex-bondscoach Curaçao. Oud-speler NEC, voetballiefhebber. Kortom, goed om met jou even 2020 door te nemen qua voetbal. Want het was een heel bijzonder jaar. Ja, zeker wat dat betreft. Vol ups en downs, maar ik denk dit jaar meer downs dan ups. Ja, maar laten we eerst maar eens even bij NEC beginnen. Laten we even een beetje terugblikken op het jaar van NEC. Dat is het tweede seizoen, het vorige seizoen. Dat werd natuurlijk abrupt, was het afgelopen. Wat vond je toen van NEC? Nou ja, ik vind NEC ten opzichte van vorig jaar nu wel een ploeg in opbouw. Ja, wat je nu dan ziet met een hele jonge ploeg, met wat routiers ertussen. Vind ik het verschil wel dat je een hele mooie opbouw ziet dit jaar. En als je ziet waar ze nu staan en waar ze vandaan komen, dan vind ik dat een hele knappe prestatie. Zeker in deze tijd. Begin van 2020 kende NEC nog drie trainers. Daar hebben ze nu van afgeschaald. Er is er eentje van overgebleven, Rogier Meijer. Hoe doet hij het? Naar mijn inziens fantastisch. Zoals ik hem ken, vind ik hem ook fantastisch hoe hij bepaalde dingen deelt. Wat hij ook zelf aangeeft. En dan heb je natuurlijk ook een Ronnie de Grote bijlopen. Die natuurlijk alle in- en outs weet van NEC, maar ik vind hem wel heel energiek en gemotiveerd overkomen, ook op de trainingen. En ook zoals hij de wedstrijden beleeft. Ja. Dus, en ik denk voor zijn eerste jaar, waar hij nu staat, doet hij het natuurlijk fantastisch. Ja. NEC heeft toch in de zomer wat nieuwe spelers gehaald. Sommigen die ook echt nu al het verschil maken. Ik neem even Jordi Bruin die natuurlijk erbij is gekomen. Ja. Hoe doet hij het? Ja, ook naar behoren vind ik. Hè. En het kan altijd beter. En als trainer ben je denk ik nooit tevreden. Maar het is natuurlijk, net als het begin van de situatie, heb je natuurlijk een nieuw elftal. Veel nieuwe spelers die weer aan elkaar moeten wennen. En Jordi, je keek natuurlijk wel in spullen binnen het elftal. En ik vind wel dat hij zich geweldig ook doorontwikkelt binnen dit geheel. Ja. Ja. Publiek in Nijmegen altijd kritisch natuurlijk, hè? Dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Ook altijd kritisch geweest op de voorhoede. Hè? Nou, ken jij daar één speler wel van, hè? Janga, want die ken jij uit de tijd van je bondscoachschap van Curaçao. En hoe doet hij het? Nou ja, goed, als spits zijn dan word je natuurlijk altijd beoordeeld, zeker voor een leek op doelpunten. Natuurlijk zou je in een bepaalde fase kunnen zeggen, zoals je nu zit, einde eerste helft van de competitie. Nou ja, zou je er 9 à 10 in mogen trappen. Ja. Het is een harde werker. Ook zoals hij zich nu binnen het elftal manoeuvreert, ook op de training. Je ziet hem altijd werken, altijd sleuren. Maar uiteindelijk word je eigenlijk afgerekend op doelpunten. Maar ik vind Rancho Younger wel een rustpunt. Zeker ook voor NEC, als je onder druk komt te staan. Ja. Dan kun je met een lange bal spelen. Hij is groot en sterk. En daaromheen bewegen. Hebben we de echte Janga nog niet gezien in de koffer dus? Nee, nog niet. Wat mij betreft niet. Je noemde het net ook al. Hadden we het al even over Curaçao. Begin van 2020 was je nog de gevierde bondscoach van Curaçao. Maar dat veranderde in één keer doordat je iets las. Dat moet heel raar zijn gegaan dit jaar voor jou. Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat was zeker heel raar. Kijk, alles wat je niet verwacht, dat is natuurlijk vervelend. Maar... ja, in dit geval was het zo inderdaad op de bewuste 21 augustus van dit jaar dat ik via de media te horen kreeg dat ze een andere keuze hadden gemaakt in de trainer in de vorm van Guus Hiddink. Ja. En dat is wel iets wat niemand op Curaçao en ook de spelersgroep en ik niet heb zien aankomen. En dat is natuurlijk wel iets waar zo respectloos is geweest, vind ik, naar alles wat je doet voor Curaçao en wat je gedaan hebt. En zeker, ik ben 14 jaar. Werken voor de bond, hè. Als bondscoach interim. En in de afgelopen 4 jaar overgenomen van Patrick Kluivert. Nou, in de laatste 4 jaar hebben we natuurlijk fantastisch gedaan. En kijk, voor ons land als Curaçao kan het niet beter. En er is ook geen aanleiding voor geweest. En niemand heeft ook aanzien gekomen, ik zelf ook niet. Nou, daarnaast ook nog eens een keer hoofdtrainer van Juliana en Malden. Nou, jullie waren lekker op dreef en dan komt in één keer corona en is het in één keer afgelopen. Ja, het is echt afgelopen. Ja, het is bizar. Wat doet dat met een trainer? Wat doet het met een ploeg? Ja, als ploeg, als club, als trainer natuurlijk. Ja, je wilt spelen, je wilt voetballen, je bent liefhebber. Maar ja, goed, als je dan in één keer niks meer kunt doen, dan is het einde zoek. Maar aan de andere kant, als je dan heel realistisch gaat denken, het is niet alleen voor ons, voor Juliana of voor mij als trainer, maar het geldt natuurlijk voor iedereen. Kijk, in betaald voetbal kun je gewoon trainen. Dan heb je gewoon je wedstrijden, weliswaar zonder publiek. Maar bij ons is het zo gegaan natuurlijk dat je van het niet trainen 2 à 3 maanden
op een gegeven moment met twee man mocht trainen en daarna vier man mocht trainen. En dan op anderhalve meter. Kijk, dat zijn natuurlijk trainingen die leuk zijn voor twee, drie weken. Maar ja, je hebt geen doel. Je hebt geen vooruitzicht waar je naartoe kunt werken. En dat heb je als club of als je als spelers, als trainer natuurlijk wel nodig. Tribunes zijn hier nog leeg, die blijven voorlopig nog even leeg. Maar NEC 2021, waar gaan ze eindigen? Ik zeg derde. Juliana, die gaat straks natuurlijk weer de competitie hopelijk opstarten. Ja. Waar gaan die eindigen? Nou, wij gaan natuurlijk altijd voor het kampioenschap. Dat vind ik reëel. We hebben een leuk elftal, we hebben een goed elftal. Nou, je zei dat is je vierde seizoen. Ja. Deze tijd is ook mooi een beetje natuurlijk dat je kan nadenken over je toekomst. Ja. Want wat gaat Remco Bizzettini in 2021 doen? Ja, ik ga dadelijk natuurlijk wel keuzes maken. En kijk, het landen gebeuren vind ik fantastisch. Wat ik heb mogen meemaken, dat is ook zeker niet het einde van het verhaal. Ik ambieer ook een assistentrol in een bepaald land. Dat zou ik ook hartstikke mooi vinden. En qua club gebeuren, ja, is Juliana natuurlijk wel een club wat bij mij past. Maar ja, dit zijn natuurlijk nou wel tijden om keuzes te maken. En die ga ik dadelijk ook zeker doen. Dus misschien zien we Remco Bizzettini toch nog wel ergens op het WK verschijnen met een ander land? Zou kunnen. Ja, er zijn wel mogelijkheden, ja. Remco, dankjewel. Heel veel succes in 2021. En met alles. Dankjewel. Bon.